is zaterdagochtend, het is vrieskoud buiten. Hier brandt lekker het kacheltje en de reebeer. Ik ben bezig met mijn teksten. Er zijn toch nog wel wat dingetjes aan te fijn te tunen, zeg maar. En ik ga me vandaag ook bezighouden met drukpers, want Thijs komt mij helpen met het opleggen van de zwaarder onderdelen. Maar eerst komt er een heerlijke panpostie. Hier ga ik vandaag een beetje aan sleutelen. En de lijst voor het portret moet afgemaakt worden. En dit spul, loodzwaar, moet op de pers gelegd worden. Nou, dat gaat vandaag gebeuren. Dat betekent dat vandaag de pers in bedrijf kan komen. Ja, prachtig, hè? Jik en Jak, dat is ook weer de Amerikaanse deur die dan tijdens dag. Dit is mooi, het loopt er gewoon in, hè? Kijk, ja. Ja, dit is fantastisch. Hij staat niet in elkaar. Dit is helemaal compleet, eindelijk. Ja, dat is een serieus dat hier werkt. En als je dan verder gaat, en dat is waarschijnlijk de jutter van de week, met die bakkel, dan haal je dus door die draad, omdat dat beschadigd was, ga je door die draad draaien, hè? Maak die draad kapot. Hè? Dat is een nadeel ervan. Het is een kwestie van fijn afstellen. Dat is nu gebeurd. Ja, het prachtige slag nu. Met hulp van Rinus en Thijs is het nu zo ver gekomen dat de pers gewoon weer functioneert. Zoals die hoort te functioneren. Is dat wat? Hij loopt als een zonnetje. Kwestie van nog een beetje schoonmaken en verder afstellen, maar je kunt zien. Voilà, hij loopt als een zonnetje. Dan druk je de pers aan, dan heb je een druk. Daar weer terug. Dan kun je drukvelden afhalen en het in print. Maar genoeg geperst. Het gaat nu rond 3 uur naar de molen. De dochter van Jelle, Anne, die heeft een spreekbeurt op school en daar wil ze een filmpje voor hebben. En of ik dat wilde maken. En dat ga ik nou doen.